De Holland Trade Terminal moet er absoluut komen. Dit is iets dat kennen we absoluut niet meer van buiten. We hebben een groot probleem op de wegen. Alles slijpt dicht en we moeten een andere weg zoeken. We moeten ook wel zorgen dat onze betrouwbaarheid en snelheid ook in orde blijft. Want dat is wat de ontvangers ook van ons eisen. Dat gaat ook steeds moeilijker worden. Verder is er steeds meer een uitdaging om chauffeurs te zoeken en te vinden. En daar is iets waar wij hele dagen mee te maken hebben. Het gaat er ook om, je moet veranderen. Er is gewoon een verandering nodig. Als je niet verandert, en dan moeten mensen een stap zetten. En hier kan iedereen een belang dienen en toch er wat mee vooruitkomen. Voordelen eruit halen, want dat kan ook. Vergeet één ding niet, want dat is een factor die ook heel erg is. Duitsland is erg duur aan het worden. De mout die vliegt daar echt heel hard omhoog. Nou, iedere kilometer ga je straks misschien wel 30, 35 cent betalen in de toekomst. Iedere kilometer die je in Duitsland rijdt. Nou, daar gaan meerdere landen bijvoorbeeld volgen. Dus eigenlijk economisch gezien is het ook nog eens even een enorme voorsprong. Want je hoeft geen mout te betalen op het spoor. We willen alles graag doen. We willen meehelpen aan een andere wereld. Maar er moeten ook de middelen voor zijn om dat te doen.